Welkom in de vierde les van het maken van een dynamische Excel-sheet. We hebben inmiddels al een Excel-sheet gemaakt waarbij de appels en peren geteld worden, de kersen en de pruimen. In een invoersheet kunnen we dat invoeren en op twee aparte redenatiesheets wordt bepaald hoeveel er gecorrigeerd geplukt is die week. We hebben dus al een workbook, een werkboek, van 3 tabbladen. Dat zouden er nog veel meer kunnen worden, afhankelijk van de complexiteit van een opdracht. Hoe groter een werkboek wordt, hoe groter de behoefte aan een duidelijke organisatie van de werkbladen. Nou, een manier om dat goed op te lossen is door te werken met een menu. In deze les ga ik jullie leren hoe je dat menu maakt. Als we er een menu in bouwen, willen we natuurlijk wel dat de opmaak van de verschillende tabbladen wel gelijk blijft. Dus ik zal moeten zorgen dat het menu op elk tabblad op dezelfde plek staat. Het meest verstandige is dat om te doen bovenin de sheets, dus de rijen bijvoorbeeld 1, 2, 3, of aan de linkse zijde, dus bijvoorbeeld de kolommen A, B, C. In dit geval staat er al data in B en C. Dus ik zal eerst wat kolommen moeten invoegen. Nou, dat wil ik niet doen voor alle tabbladen apart, dat doe ik in één keer voor alle tabbladen bij elkaar. Ik heb het tabblad invoergegevens al geselecteerd. Ik druk op de Ctrl-toets op mijn toetsenbord. Ik selecteer ook het tabblad appels en peren en ook het tabblad kersen en pruimen. Dan klik ik met mijn rechtse muisknop op kolom A en dan zeg ik invoeren. Nou lijkt het net alsof hij niet gedaan heeft, maar als je goed kijkt zie je dat hier een B staat en geen A meer. Kolom A zie ik bijna niet, omdat die zo smal is. Dus ik ga hem heel even wat breder maken. Dan zie ik, hé, kijk, daar is die, een kolom A. Nou, ik wil even 3 kolommen invoegen, dus ik selecteer weer kolom B met mijn rechtsmuisknop en zeg weer invoegen. En dat doe ik nog een keer. Ik heb dus nu deze 3 kolommen ingevoegd. En dat heb ik gedaan op alle tabbladen. Kijk maar, als ik wissel van tabblad, zie je dat? Elk tabblad staat dat ingesteld. Nou, ik selecteer nog heel eventjes alle 3 tabbladen. Ik selecteer de kolommen even opnieuw. En ik geef dat even een andere achtergrondkleur. Bijvoorbeeld deze kleur. Ik selecteer kolom C. Daarvan ga ik even rechts even een randje zetten. Zodat het net lijkt alsof ik een balk heb aan de linkse kant van mijn scherm. Ik maak kolom C en A met een breedte van 3 en kolom B met een breedte van, nou wat zullen we zeggen, 15, 15. Dan wil ik hier knoppen gaan maken waarmee ik van de sheets kan wisselen. Dat kan ik niet op alle 3 de tabbladen tegelijkertijd doen, dus ik zal even moeten zorgen dat er maar 1 tabblad geselecteerd is. Zo. Nou, ik heb een tabblad invoergegevens. Dus dat noem ik dan maar invoeren. Ik heb een tabblad van de appels en peren. En ik heb een tabblad van de kersen en pruimen. Ik vind het netjes dat het even gecentreerd wordt. Zo. Je zou het zo niet zeggen, maar dit gaan 3 knoppen worden. Dit wordt een knop. Dit wordt een knop. En dit wordt een knop. Dit zijn natuurlijk 2 cellen. Daar ga ik even 1 cel van maken. Dat doe ik met dit doeltje. Dan moet ik de cellen samenvoegen. Die mooi in het midden staat. Ik ga eerst eens zorgen dat het op knop lijkt. Nou, dan selecteer ik de cellen waar het over gaat. Dan zeg ik celeigenschappen. Dan ga ik een randje, een licht randje, dun. Licht moet heel licht zijn. Bovenkant en de linkse kant zetten.
En een heel donker randje aan de rechtse kant en aan de onderkant. En de opvulling maak ik iets donkerder als de standaardkleur. Dus laten we zeggen deze kleur. Dus even de cellen deselecteer. Dan zie je dat het al op knoppen begint te lijken. Oeh, de tekst is een beetje moeilijk leesbaar. Dat komt omdat ik een donkere achtergrondkleur heb genomen. Dus dan ga ik heel eventjes de cellen weer selecteren. En ik zet even de tekstkleur weer op heel licht. Nou, nu lijken het al echte knoppen. Dat zijn het nog niet, want als ik erop druk gebeurt er niks. Het zijn gewoon losse celletjes. Die knoppen ga ik nu maken. Dat doe ik door invoer te selecteren. Illustraties, vormen en ik kies een rechthoek. Die moet ik tekenen. Dus ik teken maar een beetje te groot als een knop. En dan ga ik naar de eigenschappen van zo'n vorm. Vorm opmaken. In die vorm geef ik aan dat ik geen opvulling wil en geen lijn wil. En wat zie je? Het is gewoon een transparant figuurtje geworden. Geen opvulling, geen lijn meer, dat is eigenlijk niks. Maar dat transparante figuurtje, dat zet ik over mijn knop. Die staat boven de bovenste knop. Ik kopieer deze even. Kopiëren. Ik selecteer de eerste cel van de volgende knop. En dan zeg ik plakken. Dat doe ik ook bij de andere. Plakken. En dan staan hier drie transparante figuurtjes over die knoppen heen. Hoe kan ik nou zien dat het transparante figuurtje ervoor staat? Want het is immers transparant. Als ik met mijn muis erover beweeg, dan zie ik dat mijn muis verandert. Dat komt omdat ik dan op een figuurtje kom te staan. Zo kan ik hem ook selecteren. Ik selecteer nu de knop invoeren. Dan klik ik op mijn rechtse muisknop en zeg hyperlink. Dan kies ik voor een plaats in het document, namelijk de invoergegevens sheet. Dus ik heb nu de transparante knop gekoppeld aan de worksheet invoergegevens. Dat moet ik ook even met die andere knoppen doen. Hyperlink. En die koppel ik dan aan de appels en peren. Hyperlink. En die koppel ik aan het tabblad kersen en pruimen. Als ik nu hierop zou klikken, kijk van onder wat er gebeurt, dan ga ik naar de kersen en pruimen sheet toe. Zie je het? Dat klopt. Hier staan die knoppen nog niet. Dat klopt, want dat heb ik ze ook helemaal nog niet neergezet. Nou, de knoppen werken goed. Dan ga ik die drie knoppen ga ik even kopiëren. Dat doe ik alles in één keer. Ik pak gewoon cel B1 tot en met B10. Ik zeg kopiëren. Dan kopieert hij niet alleen de cellen, maar ook de objecten. Dus de transparante knoppen die erover staan. Die plak ik even in mijn andere sheets. En nou zou ik met alle knoppen zo heen en weer moeten kunnen schakelen. Nou, je ziet, het werkt perfect. Eén nadeel, ik kan bijvoorbeeld niet goed zien als ik op de knop appels en peren klik, dat dit ook de sheet appels en peren is. Of dat ik op dit moment op de sheet appels en peren zit. Het zou wel fijn zijn als ik dat in het menu ook kon zien. Nou, dat kunnen we doen door de cel appels en peren te selecteren. En dan maak ik de achtergrond een iets andere kleur. Nou, wel met een donkere lettertype, anders kan ik het niet meer zien. Je kan zelfs nog verkiezen om het wat dik gedrukt te doen. En nu zie je tenminste dat die knop opgelicht is, zodat ik dan weet, hé, ik zit nu op deze sheet. Dat moet ik natuurlijk wel even bij alle knoppen doen. Invoeren en bij kersen en pruimen. En voilà, ik heb een mooi en handig menuutje waarin ik makkelijk kan navigeren. Nou, er zijn er nog een paar tips die ik nog wil meegeven.
Want eigenlijk heb ik de tabbladen nu niet meer nodig. Die kan ik ook verbergen. Dat doe ik door op bestand te klikken. Dan ga ik naar de opties toe. Dan kies ik voor geavanceerd. Ik scroll naar beneden. En dan zie ik hier de weergave opties voor deze werkmap. Bij mij heet die start.xlsx. Dan kan ik bij bladtabs weergeven het vinkje weghalen en dan zullen de bladtabs verdwijnen. In mijn geval vind ik het ook prettig om de horizontale en de verticale schuifbalk weg te halen. Ik vind het ook nog eens mooi om op alle tabbladen de rij- en kolomkoppen ook te verbergen. Let op, dat moet ik wel per worksheet doen. En ik zeg oké. Nou, dan moet je kijken hoe netjes dit werkboek er nou uitziet. Dat door het aanleggen van een wieg. Dit is het einde van les 4. Probeer het maar weer eens na te bouwen. En we zien elkaar weer bij les 5.